In Nijmegen heeft de stadstram zich langer kunnen handhaven dan in andere kleine Nederlandse tramsteden. Tot het einde van 1955 zou de tram het in Nijmegen volhouden. Na de Tweede Wereldoorlog bestaat het net uit 3 tramlijnen. Lijn 1 van Hengsdal naar Sint-Anna zou als eerste in de zomer van 1952 verdwijnen. Net als in Arnhem is de spoorwijdte 1067 mm. De hoge bovenleidingsspanning van 800 volt is nodig om de lange buitenlijn met steile hellingen naar Bergendal te kunnen bereiden. Vanwege hun afwijkende elektrische installatie doen op lijn 3 de wagens 31 tot en met 33 dienst. Een reizigerstrein met een lok van de serie 3700 loopt station Nijmegen binnen. Lijn 3 heeft een bescheiden traject, van plein 1944 via Hees naar Neerbos. Op het enkelspoor van lijn 3 wordt op zicht gereden. Het verkeer is in de jaren 50 nog niet al te druk. Aan een eindpunt in de openbare weg, zoals hier in Hees, kleven nog niet veel bezwaren. We keren met lijn 3 terug naar het centrum van Nijmegen. De Berkman schakelkast van deze motorwagen is een tweedehandsje. Afkomstig van de Rotterdamse RET. We zien de bovenleiding van de trolleybussen die in plaats gekomen zijn van de trams op lijn 1. Het station bevindt zich links. Op de Waalbrug rijdt een stroomlijntrein van de Nederlandse spoorwegen in de richting van Arnhem. De tramremise ligt aan de oever van de rivier, vlakbij het landhoofd van de brug. Midden in beeld, links naast de bomen, het remisespoor. Op het voorterrein van de remise staan enkele gloednieuwe trolleybussen. Een excursietram van de NVBS rukt uit. De Schörling railreiniger rangeert voor de tramliefhebbers met een in de oorlog uit Amsterdam overgenomen open bijwagen. Het tramhoogtepunt van Nijmegen is wel het Bergspoor, de interlokale lijn 2 naar Bergendal. De wagens van het Bergspoor beginnen en eindigen in Nijmegen bij het Kelfkensbos. Het is mooi weer en de belangstelling voor het Bergspoor is groot. Rond Beek en Bergendal kan heerlijk gewandeld worden. Voor een paar laatkomers is er nog net plaats. Daarna steekt motorwagen 27 het Keizer Trajanusplein over. Vanaf de trambaan kunnen we genieten van het uitzicht op de Waalbrug, de rivier en de Ooipolder.
Een jonge raceheld op de step doet verwoede pogingen om de tram voor te blijven. Een laatste blik op de Waalbrug vanaf de Ubbergse weg, waar de step heeft plaatsgemaakt voor auto's en een Crossley-bus. Op de drukste momenten wordt er met aanhangrijtuigen gereden. Op het heuvelachtige bergspoor worden tussen motor en bijwagen extra stevige noodkettingen gebruikt. Een Solex reutelt met de tram en met een Volkswagen Kever in zijn kielzog bergopwaarts. Halverwege onze tocht passeren we Ubbergen. Een fietsend paar moet ver naar links uitwijken om de klimmende tram doortocht te verlenen. Op de achtergrond het huis Waalheuvel. Het verkeer wordt nadrukkelijk opmerkzaam gemaakt op de tram. De tram gaat bergaf en dan is er niets aan de hand. Maar bergop rijdt de tram tegen het verkeer in. In Beek kon vroeger worden overgestapt op de normaalsporige tram naar Kleef. Bij de grenscorrecties van 1949 kwam dit deel van Duitsland onder Nederlands bestuur en werd de tram van Kleef ingekort tot Wieler. Na de wisselplaats in Beek beginnen we aan het meest spectaculaire deel van de rit. De klim naar Bergendal. Laat vriendschap helen wat grenzen delen. De motorwagen die hier onder het viaduct doorrijdt, zullen we weldra hoog boven ons zien verschijnen. Hier in de uitlopers van de Rijnlandse bergen heeft de tram een van de hoogste punten van Nederland bereikt. Het bergspoorviaduct uit 1912 is het eerste grote kunstwerk in voorgespannen beton dat in Nederland gebouwd werd. Na een rit van 24 minuten over een van de mooiste tramlijnen van Nederland zijn we aangekomen bij het eindpunt Bergendal. Via de eigen telefoonlijn van het trambedrijf wordt gevraagd of het enkelspoor voor de terugrit vrij is.